Okay. Het is soms 7 van bladzijde 25. Het gaat over een DC-motor. En daar zeggen ze een 4 kW DC-motor. Als ze zo praten over een motor of een generator, ze zeggen een 4 kW machine, een 4 kW motor, een 4 kW generator, is het altijd PA. Altijd, altijd. Geen twijfel. Lezen we verder, dan zien we dat hij uit het net een stroom opneemt van 240 ampère. Een 4 kW 110. Sorry, een 4 kW 110 motor. Dat hebben we ook al besproken. Als we zo praten over een 4 kW 110 volt, dan is die 110 volt ook altijd jouw U. Ongetwijfeld. Oké. Dan zeggen ze dat de ankerstroom 40 is. En, dus je hebt netstroom en ankerstroom. Zie je? Er is een verschil. En de opgewekte spanning, of zo je wil, de opgewekte tegenspanning, is 106. Zodra je leest opgewekt, ook al is het opgewekte tegenspanning of opgewekte spanning, is het altijd 1. Ongetwijfeld, het woordje opgewekt moet jou altijd aan 1 doen denken. Oké, wat willen ze eigenlijk weten? Jouw mechanisch verlies. Mechanisch verlies is PI min PA. Maar ja, je moet het zoeken, want je hebt het niet. Hoe ga je het vinden? Is er een mogelijkheid om het te vinden? Het is een motor. Dus het is E, PI is E maal IA. Want je hebt 2 i'tjes. Welke I ga je gebruiken? Als het, ja, dan is het altijd IA. Nou, dat is het. 106. Ja, voor het gemak mag je hier ook een T zetten hoor. Maal 40. Hoeveel krijg je? 4. 240. Wat? Dus jouw mechanisch verlies, of als je wil zeggen wrijvingen ijzerverlies, hetzelfde is min 4000 is 240. Wat? En het zijn altijd positieve bedragen hoor. Het is nooit negatief. Het rendement is ook niet negatief. Willen ze verder weten? Het koperverlies. Het koperverlies is PT min PI. Koperverlies is PT min PI. Maar je hebt jouw PT niet. Is er een manier waarop je denkt het te vinden? Nu met zoveel ervaring dat je hebt? Goed zo. PT is prima. Weet je wat ik je bijvoorbeeld wat je kan doen? Is je maakt je eigen formuleblad. Je maakt je eigen formuleblad. Aan de ene kant formule van motoren en aan de andere kant formules van generatoren. Tijdens het maken van die sommen. Dus dan gaan we gewoon substitueren. Het kan toch nooit hetzelfde zijn? Toch? Zie je daar het verschil? Het kan nooit hetzelfde zijn. 110. 110. En hoeveel krijg je? 4600. 20 watt. En daar heb je dan je koperverlies. Hoeveel krijg je nu? 4 400. Zo, wat willen ze nog meer weten? Het rendement. En voor het rendement heb je alle ingrediënten al. Je hoeft niks te gaan kopen. Het rendement is altijd PA gedeeld door PT. PA is altijd boven. En dan ga je gewoon substitueren. 4000. Ja, hoeveel krijg je? 0,37.
Je moet weten, het rendement is altijd positief en het is omgekeerd, no? Hoeveel procent? 87. Weer 87. En het is hoeveel? 0,87. Oké, het is nooit groter dan 1. Het is onmogelijk. Als het groter is dan 1, dan is er iets fout. Hoor? Wat zei je? Wat moet ik doen?